Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 57 hier in Azerbeidzjan. Heb je de vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht met het i'tje, klik erop zodat die video verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal, abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode. Gaan we nog verder in Azerbeidzjan, het belooft een spannende wedstrijd te gaan worden. Maar eerst een interview met niemand minder dan Will Buxton. Die kennen wij van Drive to Survive namelijk. Dat is. Dus dat interview, dat slaan we lekker over. Ik heb Drive to Survive wel gekeken, maar... Ja, trouwens, ik heb het niet gekeken. Maar ik vond wel, ja, misplaatsende audio. Dat kan gewoon niet. Maar goed, we gaan ons lekker voorbereiden voor de kwalificatie. Regen is voorspeld, zie ik. Dus dat belooft of wat, hoop ik dat Verstappen hiermee kan komen. We zijn lekker aanbeland bij Q1. De topsnelheid van de Ferrari motor zit hier wel goed, 348 km per uur. Dat zou ons in het voordeel moeten gaan brengen op dit circuit. Baku, soms een lastig baantje, lastige setup voor ons. Maar goed, dat moeten we gewoon zien rechten breien. Hebben wel een moment op die curbstone bij de laatste bocht. Zitten wel paars in sector 3 neer. Dat is goed om te zien. En hier is het alleen maar topsnelheid. En ik heb expres voor de Ferrari motor gekozen. Want de Renault motor in seizoen 1, 2 en 3 was gewoon zwak. We stappen naar de snelste tijd. Maar die pakken wij af met een 1.37.0. Goed om te zien. We zijn aanbeland bij Q2. We moeten nog een ronde gaan neerzetten. Ik heb expres gekozen zodat niemand op het circuit is. Waarom? Ik wil graag in schone lucht rijden. Niet in vuile lucht, in schone lucht rijden natuurlijk. Waarom? De Dirty Air is hier wel een boosdoener. Je hebt hier flinke momenten overstuur, onderstuur. Momenten dat de auto gewoon weg is. Weinig grip soms op de koude banden op dit circuit. De afstelling moet hier ook goed zijn. Komen wij de laatste paar bochten aan. Schieten daar wel een klein beetje te wijd door. Iedereen gaat nu naar buiten voor zijn laatste run in Q2. Wij houden het op een 1 runner. Gaan dus ook op deze band starten. Niks geraakt gelukkig. DRS open. Nemen daar een kortere lijn toe. En dat is weer de snelste tijd met een 1.37.2. Verstappen op P3. Helaas begint Q3 met een fout. Een remprobleem bij de auto. Dus. Okay, bear with us a few minutes. We're losing hydraulic pressure. There's a leak somewhere in the system. Sit tight for a bit. Okay, een hydraulisch probleem dus. Een lek in het systeem. Ik zag ook dat er regenopkomst is in de grote. Sorry, in de kwalificatie. In de grote prijs. Beloofd gewoon lekker droog weer te worden. Dat probleem is inmiddels opgelost. En we zijn naar buiten. Met nog ongeveer 8 minuten op de klok. We gaan het gewoon proberen om met een 1 runner te doen. Om een setje soft banden uit te sparen in de wedstrijd. We stappen naar de pole position met een 1.37.6. Hamilton naar de pole met een 1.37.6. Dus Lewis en Max zitten extreem dicht bij elkaar. Ik zie ook dat Lewis achter Max rijdt. Dus Hamilton heeft slipstream gehad van Verstappen. Wij moeten het nu zonder slipstream gaan doen. Komen bij het lange rechte stuk. Nemen we daar een kortere lijn toe na start-finish. En dat is P7 op een tiende van Max die op P5 rijdt. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Met nog ongeveer 6 minuten op de klok naar binnen geweest. En dan weer naar buiten rijden had gewoon geen zin. Dan hadden we gewoon veel te veel tijd verloren in Q3. We moeten het hiermee dus gaan doen met 2 runs helaas op dezelfde band. Zet de paars in sector 1 neer, groen in sector 2. Bottas op P6, Verstappen dus op P5. We komen aan bij start-finish en dat is de pole position met een 1.37.1. Zijn 16e harder gegaan dan onze vorige tijd. En de uitslag, wij pakken de pole position. Sainz verrassend naar P2 op 3/10. Gasly
op P3, ook op 3/10. Hamilton en Verstappen stellen teleur. 5 en 6, dus dat belooft nog wat voor deze grote prijs. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik hoop jullie ook. Daar gaan we naar voor creëren. Aflevering 37 van F2021 My Team. From Azadlik Square, heart of Baku and home of course to the Azerbaijan Grand Prix. With high speeds, tight corners and few runoff zones, many are expecting a safety car here today. So our drivers will have to stay very much on their toes and hopefully away from the barriers. With 20 turns and a length of 3.7 miles, Baku City Circuit in the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience and precision. 90-degree corners through Sector 1 lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. Then a 1.4 mile chase flat out through Sector 3 towards the finish line. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The professor lines up on pole position, and talented Spaniard Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Gasly, Hamilton, Max Verstappen and Bottas, Leclerc, Norris, Perez. They'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Daniel Ricciardo. Tsunoda, Russell, Antonio Giovinazzi, and Stroll, Joe, Ilott, Esteban Ocon, and Marcus Armstrong, Mick Schumacher, Latifi, Lundgaard, and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. We starten vanaf pole position in deze grote wedstrijd. We stappen wat achteraan na een slechte kwalificatie. Hopelijk dat we deze wedstrijd ook weer kunnen gaan winnen. Het zou weer een mooie overwinning gaan worden. Dan hebben we tot nu toe alle grote prijzen in seizoen 3 en 4 gewonnen. Verstappen, vergeet het niet, kan ook winnen van die positie. Baku stelt nooit teleur. Dat zeg ik altijd. Soft, medium, medium. Nemen extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 57 hier in Azerbeidzjan. Voor de grote prijs. De lampen gaan aan. We starten op P1. Naast ons Carlos Sainz. Daarachter Gasly. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed van onze startplek. We verdedigen al gelijk die eerste bocht. En dat lukt, want Gasly kan daar nergens naartoe. Heeft hij wel misschien Carlos Sainz te pakken voor P2. Oh, schiet hij daar wel iets te veel over die curbstone heen. Gasly kan profiteren van de slipstream. En wij proberen hem al gelijk te breken, maar daar zit Gasly aan de buitenkant. Sainz zit aan die binnenkant. En Gasly, die raken wij. Maar hij geeft niet op. Gasly geeft niet op en remt heel laat naar ons. We moeten hem laten leven, wiel aan wiel. En Gasly zit daar nog steeds aan die buitenkant. Houdt het heel lang vol in die Alfa Tauri. En hier is het dan gedaan. Jazeker. Gasly teruggedrongen tot P4. Sainz naar P2, Hamilton op podium. P3. Verstappen op P5, dus daar moeten wij voor oppassen. In deze grote prijs. Geel in sector. Toch 2, maar dat is geen probleem. We zitten aan het einde van ronde nummer 1. Als Carlos Sainz het daar probeert. We zetten de snelste race ronde nummer 1:49.6. Sainz kijkt aan de buitenkant, maar dat lukt niet. Hamilton dringt aan bij de Spanjaard. En Verstappen op een seconde. En Gasly pakt Lewis Hamilton voor P3. Einde ronde nummer 2. En wij noteren paars in sector 1 en 2. Sainz zit daar weer te kijken. Dat gat is nu 2/10 ongeveer. Gaat het proberen. En wij pakken
de snelste race ronde weer met een 1.42.4. Maar Callum Ilott pakt dat af met een 1.42.1. Ilott een tiende sneller in die Williams. You have two stops remaining. Two stops remaining in the strategy. Your pit window opens in two laps time. Pit window opent in twee ronden tijd. En we doen een tweestopper, zegt Jeff. We zouden kunnen verkiezen om een eenstopper te doen, maar ik vind dat te gevaarlijk. En einde ronde nummer 3 wordt de pitstrategie gewijzigd. De pitstrategie wordt gewijzigd. Dus we moeten gewoon een tweestopper gaan doen. Zet de paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. Dat gat naar Sainz is 16e. Dat wordt kleiner en kleiner. Carlos Sainz gaat een aanval doen voor de leiding in de wedstrijd. Gasly op P3, Hamilton nog steeds op P4 en Verstappen al op 2,7 seconden gereden. Sainz kijkt naar de buitenkant en pakt ook de snelste race ronde van ons af, maar Gasly pakt het van hem af en wij remmen laat naar de Spanjaard toe. En het is nog steeds P1. Hebben we al tijd verloren van de auto achter ons, dat was destijds Pierre Gasly. Hamilton nog steeds op P4, er is niet zoveel bijzonders gebeurd in de wedstrijd tot nu toe. Tot nu toe een saaie wedstrijd. Wel wat battles, maar goed. Het is wat het is. Einde ronde nummer 4 alweer. DRS ingeschakeld voor Carlos Sainz. En hij is er voorbij. We komen terug in de slipstream. Vallen hem hier terug aan. En Sainz. Uitgeschakeld. Door een tikje van ons. En de safety car is op de baan. Nee, sorry, de virtual safety car. Oh, wel de safety car op de baan. Eerst een VSC, nu een SC. Brad Mailander wordt dus uitgeroepen. De race director vindt het onverantwoord om een virtual safety car in te zetten. Dankjewel, Jeff. Herhaling van Sainz. En die wordt aangetikt door mij. En Gasly elimineert Carlos Sainz. Oké, aan boord bij de Fransman. Wij tikken Sainz daar wat aan. En Gasly torpedeert Sainz. Gasly had in seizoen 2 ook al geen geluk in Baku. Die verloor daar op hoge snelheid gewoon de auto. Samen met Kwang Yu Zhao. En wij komen naar binnen. Voor onze eerste pit van de dag onder deze safety car. We stappen ook naar binnen. Dus een dubbele pitstop voor Schraven Racing. Wang Yuzhou rijdt door op die medium compound. 1,9 is de pitstop en we komen terug op P2. Nog één stop te gaan in de grote prijs. En Zhao rijdt dus voor ons, maar dat gat wordt gewoon zometeen helemaal gedicht. En Verstappen heeft last van die pitstop, want die valt heel ver terug. En Christian Lundgaard uitgevallen in de grote prijs. Mazepin heeft een 5 seconden tijdstraf opgekregen. Is Mazepin te snel gegaan tijdens die safety car fase? Lundgaard in ieder geval DNF. Doet niet meer mee in deze grote prijs. Herhaling van de Deense coureur hier. Heeft hij een probleem? Jazeker. En Mazepin rijdt er volop. Yes. Lundgaard uitgevallen aan boord bij de Russische coureur Nikita Mazepin. En die rijdt vol op de achterkant van Christian Lundgaard. Een heel rookgordijn voor de Rus. En krijgt een 5 seconden tijdstraf aan zijn broek. Ronde nummer 7, een ronde later. We stappen op P5. Heeft Latifi en Schumacher voor zich. En de safety car duikt naar binnen. En Guang Yu Zhao mag nu het tempo gaan bepalen in de grote prijs. Oh, we mogen hem niet voorbij. We gaan hem een beetje zitten te opjagen. Oftewel, schiet nou eens op.
tempo, tempo, tempo. We mogen hem niet voorbij. Give that position back. We are under safety car conditions and cannot overtake. Return the position. Ziet hij teruggegeven. Wanneer gaat Guan Yu Zhao op zijn gas? Hier nog niet. Nu gaat hij op zijn gas. En we zijn wakker gebleven. Komen terug in de slipstream. Nu mogen wij gaan aanvallen. Kijken naar de buitenkant. En doen daar bijna hetzelfde. En Guan Yu Zhao is gepasseerd. We stappen op P5. Latifi op 4. Schumacher op het podium. Maar die moet nog naar binnen. Maar die valt al gelijk Guan Yu Zhao aan. Interessant van de Duitser. En Verstappen pakt Latifi en Schumacher voor P3. En Verstappen is Guan Yu Zhao gepasseerd. Want Zhao is naar binnen. En Verstappen gaat aanvallen voor de leiding. Nee! Max Verstappen duikt naar binnen. Gaat een undercut proberen op ons. Verstappen een ronde eerder naar binnen dan gepland. Wij moeten nu alles gaan geven om voor Max te eindigen na de pitstop. We moeten pushen als een gek. Dat is het advies. We hebben gewoon wat last van het circuit. Want Baku is niet mijn sterkste baan helaas. Maar goed, het is wat het is. Gasly naar binnen. Hamilton naar binnen. Norris blijft buiten. We stappen op 17,6. 17,8. En we hebben wat... De muur wat geraakt en gaan naar binnen. En Verstappen, ja, die komt gewoon voor ons het circuit weer op. Kijk maar, dat gat is 15,1 seconden. Dus ik ben bang dat het tot nu toe Verstappen zijn kant op gaat. Wij moeten zo meteen met nog 8 rondes te gaan de leiding zien te heroveren. Deze pitstop moet snel gaan. Die gaat niet snel. 2,2. Dat had sneller gemoeten. En Verstappen is ons daar gepasseerd. En het gat is nu ongeveer 4 seconden, denk ik. D.8. Dat moeten wij zien dicht te rijden met nog 9 rondes te gaan. Hopen dat het ook wat wordt. 3 seconden is het gat. En zet er groen in sector 1 en 2 neer. En Verstappen heeft gewoon de pace. Deze wedstrijd. Oké. Dus het wordt heel lastig om Verstappen nog in te gaan halen, denk ik, met nog 8 rondes te gaan. 2,7 is het gat. 2,6. En hij zet de snelste raceronde neer. Maar die pakken wij van hem af. We zijn 8,5 seconden sneller. Ja, nu moet het gewoon een inhaalrace gaan worden. Of Verstappen heeft ons te grazen genomen met de strategie. Het zou toch niet waar zijn? Het zou toch niet waar zijn. 2,6 is het gat. Laatste ronde loopt en Verstappen heeft gewonnen. En wij raken ook nog daar eens de muur. Het gat naar Verstappen is 7,1 seconden. Oh, weer een muur en de voorvleugel is beschadigd. Verstappen gaat een eerste wedstrijd voor ons winnen. Verslaat ons met de strategie. Voor het eerst in dit seizoen zijn wij verslagen door een teamgenoot. Voor het eerst sinds seizoen 2 zijn wij verslagen door het teamgenoot. De voorvleugel rijden we helemaal kapot. Waarom? Geen downforce. Krijg je dit? Voorvleugel eraf gereden. Bij de muur. We maken toch een 1-2 compleet. Pakken wel de snelste race van de punt. Maar ik had beter verwacht. Geen overwinning voor mij dus. Wel voor Max. Goed gedaan. We mogen wel tevreden zijn. En dan is het op naar de volgende wedstrijd. Another Azerbaijan Grand Prix, a fascinating race and a well-deserved victory. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure.
de uitslag van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Verstappen wint zijn eerste wedstrijd voor ons. In seizoen 4 stond een heel seizoen droog, maar pakt nu dan zijn eerste Grote Prijs voor ons. Wij dus naar P2 met als snelste race van de punt. Hamilton op P3. Pakt het laatste podium voor Mercedes. 3 uitvallers, Maaspen, Lundgaard en Carlos Sainz. Klassement, Verstappen klimt weer richting die P2. 28 punten verschil. Dus ja, stel we verliezen de volgende wedstrijd en Verstappen wint hem en pakt het snelste resultaat, dan is het kampioenschap weer helemaal open. We hebben het rivaliteit gewonnen met Sergio Perez. De Team McLaren is gewoon goed. Kijk maar wat je op je scherm ziet. 26%. Dus het team, 84% eigenlijk in totaal. 1 sponsor misgelopen omdat we de wedstrijd niet hebben gewonnen. Jammer, maar helaas. En schade gereden op het circuit. In totaal $22,55 miljoen op de bank. Het is wat het is. Jammer van de Grote Prijs. We hebben voor het eerst sinds seizoen 2 geen overwinning dus gepakt. Jammer. Maar goed, Max was gewoon beter met de strategie. Dat was het gewoon. Dit moeten we niet meer hebben. We moeten in de volgende wedstrijden gewoon winnen, winnen, winnen. En als het niet lukt, ja, dan zijn we gewoon boos. Zo simpel is dat. Ik wil gewoon winnen, winnen, winnen. That's it. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze Grote Prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Like de video als jij hem leuk vond natuurlijk. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Abonneer gewoon voor meer zou ik zeggen. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Dat is standaard 2 keer in het weekend. Elke zaterdag en zondag upload ik een video. Zo simpel is het. Om 1 uur standaard tijd. Europese tijd. Dus onthoud. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een nieuwe video online. En zou ik zeggen. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Gaan we verder voor de volgende wedstrijd in, als ik dat goed zeg, Canada. Tot ziens.